Mijn naam is Leon Ammelaan. Samen met mijn broer Menno hebben wij een potloodkwekerij in Pijnakker. Dit is een familiebedrijf en onze innovatie is onze planten verwarmen met geothermie. We hebben hier een kwekerij met groene potplanten. Die importeren we uit Costa Rica, Dominicaanse Republiek, China, Afrika. Die kweken we tussen de 6 maanden en een jaar af voor aflevering in heel Europa. Door onze techniek, geothermie, besparen we 16 miljoen kubieke meter aardgas, oftewel 25.000 ton CO2 per jaar. We zijn op deze innovatie gekomen doordat de gasprijs fluctueerde van 40 naar 10 centen en dat onze consumenten vroegen naar duurzaam gekweekte planten. Toen zijn we aan het kijken geweest, aan het googelen en toen kwamen we op aardwarmte terecht. En zo is het eigenlijk ontstaan. De doelstelling van de geothermiebron is eigenlijk een stabiele energieprijs te krijgen en zorgen dat de planten duurzaam gekweekt gaan worden. Want onze planten nemen CO2 uit de buitenlucht op, dat is voldoende om te groeien. Dus we voegen geen extra CO2 toe. Wij halen 80 graden water van 2200 meter diepte uit de aarde vandaan. Dit water komt retour met 30 graden. Dat gaat weer terug de aarde in. Dit wordt in 30 jaar weer opgewarmd naar 80 graden. Dit water gebruiken we niet alleen voor onze eigen kwekerij, maar ook voor onze collega's, een zwembad, een school en ook woonhuizen. Doordat we onze geothermiebron hebben, kunnen wij helemaal off the grid leven. Wij hebben geen CO2-behoefte, wij hebben geen gasbehoefte en ook geen elektriciteitsbehoefte. We maken onze eigen energie. Ik wil aan mijn collega's zeggen, joh, als er een geothermiebron bij jullie in de buurt is, sluit aan. Dan verduurzamen we de hele wereld en zeker Nederland naar de toekomst toe.